Alle organisaties die vandaag meedoen, die hebben één ding gemeen. Ze zeggen niet meer van wij weten wat goed voor jou is als je het moeilijk hebt of als je hulp nodig hebt. Maar die vragen wat heb je zelf nodig om je leven zo goed mogelijk te leiden en zo prettig mogelijk te leiden. En dat noemen we eigen regie. Dus kijk, als er al een ander ding voorbij komt van familie of dit of dat, ja, maar dan gaat dit niet meer opgeschreven. Ja, ja. Dus, het Groet en Ontmoet Festijn is ontstaan binnen het platform GGZ. En we constateerden dat er heel veel aandacht is de laatste tijd voor stigma's die mensen met psychische problemen hebben. En we willen proberen een manier te zoeken om op een leuke manier mensen elkaar te leren ontmoeten, te helpen ontmoeten. En elkaar te leren kennen en te vermengen. Mensen die bepaalde kwetsbaarheden hebben, die hebben ook hun talenten en die laten ze vandaag hier zien aan elkaar. En dat loopt allemaal zo'n beetje door elkaar heen. En het idee van zo'n groet- en ontmoetfestijn, dat hebben we besproken met allerlei mensen. En toen kwamen mensen van Levanto in beeld. Mensen van het Bospark zeiden van waarom zou je dit niet bij ons doen? Het inloophuis Bizefke die zei van nou, dan kunnen wij wel zorgen voor lekkere soep. En toen kwamen we Tim tegen en die werkt met hele grote zeepbellen. En die zei van goh, ik vind het ook wel leuk om mee te doen. Zou kaas en droog brood eten, maar als ik noodgevoel, dan... En Moveo die meldde zich en die zei van hey, we kunnen wel een leuke workshop verzorgen, dat mensen ook weten wat wij allemaal doen en wat onze mensen meemaken. En zo is het eigenlijk een samenwerkingsproject van heel veel verschillende partijen. En het loopt allemaal door elkaar heen, mensen die ergens werken, mensen die ergens cliënt zijn, mensen die gewoon in de buurt wonen of aan de andere kant van de stad wonen, komen allemaal bij elkaar. De Federatie Gehandicapten die zei van goh, dan gaan wij eens kijken dat we mensen kunnen laten merken hoe het is om in een rolstoel rond te rijden of om blind te zijn en met een stok te moeten rondlopen. Dus met heel weinig middelen en heel weinig geld zijn we allemaal bij elkaar gekomen. En dat kan nog groter, daar kunnen nog meer mensen bij. Dus dat gaan we zeker nog een keertje doen. Een van de mensen waar ik zelf heel erg trots op ben is Ricardo Frederiks. Die heeft hier vandaag opgetreden. Dat is een jongen die van zijn eigen kwetsbaarheid zijn kracht heeft gemaakt. En frisselijke optredens doet waar mensen van genieten. En die tevens iets duidelijk maakt van goh, dit kun je van je leven maken. Ook als het even niet zo gaat als je wil. Als je je daarin herkent, in de situatie, dan mag je onderstrepen. Herken je je dan niet, dan blijf je staan. Ja? Als je uit een gezin komt waarin alcohol of drugs niet. Ook als je zelf gebruikt hebt. Ook als je, als het in jouw eigen. Ja. Nou, Moveo had dat heel leuk vormgegeven door het idee te pakken van het programma Over de Streep, wat op televisie is. En dat deden ze dan met de mensen die daar aan wilden meedoen op dat moment. En het grappige is dat iedereen die we motiveerden om vandaag om ergens aan mee te doen, bijna iedereen die deed dat mee. We hebben ook een theaterstuk van mensen van Pergamijn. Over bejegening, over omgaan met elkaar, met mensen die hulp nodig hebben en met de mensen die de hulp geven.